Zo, dat is hem. Dat is hem, ja. Botje. Dopje zit er nog in. Nu moet ik een beetje voorzichtig mee doen, want die valt er gauw uit. Het lijkt misschien niet veel, maar dit ene schapenbotje ging de wereld over. Er is echt een mediacircus opgekomen. Dat had ik niet verwacht. Ik had het leuk gevonden als het in de lokale krant in Houten zou komen. Maar ook de internationale pers dook erop. Allemaal vanwege dit schapenbotje uit de eerste eeuw. Ruim 10 jaar geleden werd het hier gevonden, in Houten. De wijk Castellum bleek een archeologische goudmijn. Want we hebben niet alleen deze kano gevonden, maar ook een hele bijzondere visfuik. En bijna 150.000 vondsten zijn hier gedaan de afgelopen tijd. Archeoloog Martijn heeft 80.000 van die botten onderzocht. Uit dit ene botje vielen ineens deze zwarte zaadjes. En toen bleek dat beelzenkruid was. Toen wisten we dat we een mooie vondst hadden en dat we een soort een medicijnendoosje hadden uit de Romeinse tijd. En nu, omdat het in een voorwerp zit, konden we dus voor het eerst aantonen dat mensen opzettelijk die plantenzaadjes hebben gebruikt. De Romeinen die in Houten op een boerderij woonden, zaten dus aan de drugs. Althans, waarschijnlijk gebruikten ze het vooral als medicijn. Het kruid is wel zo sterk en onbetrouwbaar dat je het niet voor recreatief gebruik moet proberen. Dus het is niet voor zaterdagavond. Wat zullen we eens gaan doen? Er staat nog een mooie plant. Dat kan fatale gevolgen hebben.